allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Build with Tim. Het is tijd voor iets leuks. We gaan vandaag weer verder met bouwen. Vorige keer hebben we wat random watervallen toegevoegd. We hebben een beetje aan muren gewerkt. En we gaan nu gewoon verder kijken wat we nodig hebben. Hier hebben we dit artsy gedingetje gedaan. Kunnen we... Oeh, hallo. Random gat. Ik weet niet hoor. Ben ik er blij mee? Het is toch een beetje apart, hè? Kan ik niet gewoon dit nog even doen? Gewoon voor de strakkigheid. Laten we hier ook gewoon even. Dit kan wel. En dan even hier een potje neerzetten. Zo'n plantenpotje. Die zijn hier, ja. Die moet nog steeds met nummers werken, wat echt zwaar vervelend is. Ik moet gewoon een nieuwe muis gaan kopen. Kunnen die dingen daar niet meer in? Moet een deadpush zijn. There we go. Ziet dat er mooi uit. En daar een mooi klein, grappig hoekje. Dat soort kleine kantjes moet je ook proberen van te profiteren. Als je dit kunt maken, weet je. Het kan leuk zijn. Het kan je beeld wat interessanter maken. Hier hebben we een witte muur. Daar gaan we niet 100 schilderijen ophangen. Puur omdat het ook een beetje modern is. Dus dat mag. Wat mooier is als we... Is het mooier als we... Nee. Ik vind muren altijd zo moeilijk. Het klopt gewoon nooit, voor mijn gevoel. Bijvoorbeeld dit raampje. Gewoon niet. Oké, wel is er nu een probleem dat hier te weinig licht is. Zo gaan we dat oplossen. Op een leuke en creatieve manier misschien. Of gewoon door wat glowstone te pakken en het in de muur te ploppen. Nee, want kijk. Ziet er leuk uit vanaf hier. En eigenlijk ook wel decent vanaf hier. Oké. Simpelheid is ook een ding. Simplicity heet dat. Die trekken we ook wel even door zo. Oké, cool. Ja, dit werkt. Ik had niet verwacht dat dat ging werken, maar die lamp werkt verrassend goed. Ik vind het wel een beetje jammer van mijn scrollmuis. Zo, is dit iets? Nee, is niks. Oké, let's go. Dus we hebben hier een mooie gang, laat maar zeggen. Misschien kunnen we hier een soort inhammetje maken. Wie weet, hey, een beetje experimenteren. Wat blokjes. Het is niet een goede kleur hout, denk ik. Ik ben nu een beetje aan het kijken naar furniture. Naar hoe we het huis wat interessanter kunnen maken. Zo. Dan we hier gewoon een random bank neerzetten. Maar dan moeten er wel natuurlijk wat boekenkastjes ook zijn. Hoe ik bouw en hoe deze serie ook werkt is... het is allemaal een beetje random. Ik doe graag waar ik zin in heb en ik doe wat goed voelt. En ik denk dat ook dat de beste manier is om te bouwen. Maar dan moet je zelf natuurlijk weten wat je fijn vindt. Zo. Ja, ik vind wel wat hebben. Ik vind het zeker wat hebben. Dan doen we hier... Gewoon dit dicht. Kunnen we hier een mooi kijkraam van maken. Of we doen gewoon een soort symmetrisch iets. Is dit nog symmetrisch? Niet echt, hè? Nu wel. Dan moet deze muur toch weg. Okay. Gaat die hier weg? Moet een beetje spelen met het dak hier. Oké, okay, nee, dat is goed. Helemaal goed. En dan hebben we hier een soort symmetrische look. Ik denk dat we het gewoon zo houden. Zo gewoon heel netjes open. Zo strak, lekker mooi. Ik geniet er wel van. Oké, cool. Nu hebben we deze gang ook interessant genoeg gemaakt. Hier zouden we zelfs nog wat mooie plantenpotjes neer kunnen zetten als we willen. Het hoeft niet moeilijk. Decoratie hoeft helemaal niet moeilijk. Die en die erin. En dan vanwege de symmetrie natuurlijk doen we hier ook eentje. Zo. Even hier dat. Laten we hier wel wat sneeuw op leggen. Gewoon puur omdat het kan. Dat is het voordeel van met sneeuw werken. Als je voor een materiaal kiest, probeer dan er gebruik van te maken. Het is iets kleins, maar it counts. Damn little details. Damn little details. Oké. Hier moet een overgang komen, vind ik, van... Een beetje gras. Oh, wauw. Je gras naar een soort van random open deur misschien is. I don't know, oké.
Leave me alone. I'm trying. I'm trying so hard. Het is echt moeilijk. Zullen we deze gewoon dichtgooien zo? En ondertussen ook een beetje naar de binnenkant aan het kijken hier. Ik heb alleen nog maar naar buiten gekeken. Daar lag natuurlijk de main focus. Wat is dit? De lobby. Waarschijnlijk willen we hier of zo nog een paal. Ik zet nu gewoon wat random dingen neer, hè? Gewoon om te kijken. Hebben we daar een paal? Oké, laten we hier nu niet aan beginnen. We hebben een andere missie. Het dak. Het wordt te ingewikkeld. Hier hebben we het licht mooi. Daar ben ik blij mee. Hier is het ook goed. Het licht is hier denk ik wat minder. Maar omdat we wat van buiten hebben, maakt dat niet zoveel uit. Ja, het dak heeft veel potentie op het moment. Leuke dingen gebeuren er op het dak. Deze waterval vind ik eigenlijk wel schattig als hij wat hoger begint. Dus laten we dat maar gewoon doen. Puur om wat weer meer te laten gebeuren in ons dak. Gooien we deze denk ik dicht. Net zoals de andere waterval. Doen we zo. Gewoon kijken. Gewoon kijken of iets wordt. Dit wordt weer iets raars van mij. Don't blame me als het er lelijk uitziet. Blame yourself. Het is een poging van mij. Tot waanzinnigheid. Tot pure epicness. Ja, ben je klaar met laggen? Jeez. Calm down, bra. Ja, oké. Het is een beetje apart, maar het is best cool. Klein overgangtje. Sowieso wil ik dat we hier doorheen kunnen lopen. Onderdoor, laat maar zeggen. Kunnen we hier misschien dit gewoon inhouden? Wat wel mooi is. En dan ben ik weer een kleine kut daar. Ik moet natuurlijk ook weer inkomen met kijken of ik genoeg geheugen heb. Oké. Foutjes worden gemaakt. Dus we hebben nu twee watervallen op ons dak. Wat super vet is. Super crazy. Maar we wouden iets anders doen. We wouden een tuintje binnen in het huis doen. Was het idee. Maar dat kan nu niet meer. Nee, het kan echt niet meer. Dus wat we gaan doen is dat niet. We moeten wel iets hebben om dit nog allemaal te verbinden, vind ik. We kunnen ondergronds een heel groot deel bouwen als we echt willen. Ik denk dat we dat moeten doen, om eerlijk te zijn. Ik denk dat dat ook heel speciaal wordt als we hier dan bijvoorbeeld glas neerleggen. Nou, laat maar zeggen, op ons meer naar boven kunnen kijken. Dus we moeten wat plek voor een ladder gaan zoeken nu. Ik bedoel een ladder, een trap natuurlijk. Is dat een mooie plek voor een trap? Ik weet niet. Ik had hem eigenlijk liever hier gewild. Maar dan hebben we niet echt veel ruimte. Surprise, surprise, mother trucker. We hebben hier natuurlijk een heel groot... Oh. Wel kunnen we dat doen. Dus hebben we hier al ruimte. Ja, ik wil hem daar hebben. Dus we gaan even buiten iets aanpassen gewoon. Dan wordt dit maar een rechte muur zo. Dan kunnen we dat doen. Dan kunnen we dit gewoon zo doen. Dat is echt wel prima. Kunnen we dat niet beter zo doen? Ik voel nu iets minder als een doorgangertje. Wat hoorde ik? Oké, niks. Ik voel iets minder als een doorgangertje nu, maar laten we het voor nu zo houden, zodat we die trap binnen kunnen maken. Ja, dus dan kunnen we dit allemaal gewoon weghalen nu. Dan hebben we hier een heel groot stuk extra ruimte. En dit zou genoeg ruimte voor een redelijk mooie trap naar beneden kunnen zijn. Ja, daar gaan we dan een groot gat maken. Dit is gewoon puur even uitgestippeld. Gaan we niet nu bouwen, denk ik. Heb ik geen zin in, namelijk. Ik bouw gewoon waar ik zin in heb. Deal with it. Zo. Zo. Dus daar kan dan een mooie trap naar beneden. Echt een fancy trap. Hebben we dat?
En dat gaat dan denk ik gewoon slaapkamers, speelkamer, dat soort dingen zijn dan beneden. Of het, wat willen we hier doen? Willen we toch nog een beetje eromheen bouwen misschien? Een mogelijkheid dat je hier dan ook naar boven kan komen. Dus ik ben nu gewoon random weer wat huis aan het uitstippelen. Gewoon beginnen bijna weer opnieuw. Daar komt op neer. Ik wil hier ook nog wat tuin hebben. Van mij mogen we een best wel grote tuin hebben voor deze beeld. Nou, hier maken we wel later een muur van. Dus laten we zeggen dat het zo is, hè. Dit is niet echt een interessante look voor je huis. Dit is ook wel chaotisch, hoor. Maar hey, het kan. Dit is best cool, om eerlijk te zijn. Ik ben er best trots op het moment. Maar het is wel een beetje rommelig. Maar ja. Ik denk dat we dat uiteindelijk wel weer aan kunnen passen. Ik wil hier gewoon veel ruimte voor tuin hebben. Zodat we daar een beetje focus op kunnen leggen in deze beeld. En dat gewoon dit. En dan. Ik zal het hier even uitstippelen. Je moet je voorstellen. Dit is, laat maar zeggen, ondergronds. Zoiets of zo. Dus laat maar zeggen. Dat gedeelte, dus vanaf de ladder daar, dan de hele tuin en misschien nog iets hieronder zelfs. En dan hier. Zo. Dat gaan we, dat gebied laat maar zeggen. Dus die hoekjes daar, daar gaan we laat maar zeggen een groot deel ondergronds weghalen. Dat doe ik met MC Edit. En daar gaan we dan een groot deel van ons huis nog bouwen. En dat zie je dan niet bovengronds. Dan heb je hier een beetje die rare vorm wat wel leuk is. En dan beneden kunnen we alle nodige dingen doen. En dan kunnen we ons focussen op een mooie grote aparte en creatieve tuin. Trouwens, als je ideeën hebt, kom er alsjeblieft mee. Want dan heb je ook een beetje interactie met deze serie. Als die loopt, dat deed ik vorige keer ook namelijk in de vorige afleveringen. Ik sta altijd open voor ideeën. Zoals bijvoorbeeld dat leuke kleine pleintje hier. En dan krijg je namelijk altijd weer wat anders en leuks in je beeld. Dit laat ik hier even liggen. En dan gaan we even kijken. Ik ga dat niet met MC Edit nu doen. Dat is gewoon punt. Pronto. Heb ik nu besloten. Want mijn muis is zo kloot. Ik moet eerst een nieuwe muis kopen voordat ik echt leuke dingen ga bouwen. Nou, echt leuke dingen. Echt gewoon dingen waar ik MC Edit voor nodig heb. Punt. Zo. Dat ik gewoon lekker makkelijk heen en weer kan bewegen. Ik moet gewoon muren kunnen bouwen zonder gezeik. Ik moet kunnen scrollen zonder items. Ik wil die handicap niet hebben van een slechte muis. Als ik aan de kelder begin van dit huis. Wat eigenlijk ook weer iets nieuws is en wat we nog niet hebben gedaan. Oké, nu even dit meertje. Mag wat leuker, vind ik. Brain fart, little one. Zo. Dat is een strak meertje. Kunnen we kijken of we er wat zand in verwerken. Ik denk wel dat het moet eigenlijk. Sinds we dat hier ook hebben. Ja, maar... Ja. Ja, maar ja. Het komt met vlaagjes, die inspiratie, hè. Je moet goede beslissingen maken. En je wilt dingen doen die apart zijn. Die nieuw zijn. Of iets wat je zelf nog niet hebt gedaan. En ik heb al redelijk veel gedaan. Ik wil bijvoorbeeld niet dit tuintje hier weer kopiëren. Daar heb ik geen zin in. Daarnaast wil ik ook geen muren bouwen. Daar heb ik geen zin in. Ik wil iets nieuws doen. Laten we eerst wat gas op dit dak zetten. Terwijl we erover nadenken. Ook iets leuks misschien. En dit is gewoon puur een idee. Dat hoef je niet echt te doen. En ik doe het nu ook zeker niet. Maar misschien iets met color coding doen. Dus alleen een bepaald soort bloemetjes op een bepaald soort gedeelte van je huis gebruiken. In plaats van wol of zoiets. Dat je gewoon de kleur bloemetjes gebruikt als color coding. Dat zou een ding kunnen zijn. Dit allemaal weghalen. Dit wordt toch allemaal muur waarschijnlijk. Het leuke is, ik heb al deze plots hieromheen ook geclaimd op mijn naam. Zodat niet iemand in de buurt kan bouwen. Want dat is gewoon niet fijn. Als er opeens een andere beeld staat. En dan als ik een week terugkom, de hele beeld af is. En dat er weer een andere beeld bij staat. Is gewoon niet handig opneembaar wijs, snap je?
Dus dat doen we niet. Maar wel leuk is dat ik gewoon dus over paden heen kan en kan zeggen, fuck it. Of dat ik ze kan combineren, laat maar zeggen. Want hier is een heerlijke om te zeggen, fuck it. Dat is toch dan het kleine voordeeltje van admin zijn op deze server. Je kunt op paden bouwen. Doen we zo. Sluit dat mooi aan. Hier trouwens misschien iets leuks. Leuk trucje dat ik kan doorzetten. Dus gewoon die palen uitrollen hier. En dan kunnen we daar binnen iets mee doen, snap je? Dat zou wel iets vet zijn. Daarnaast moeten we hier wat licht hebben. Hoe gaan we dat doen? Midden van de gang. Epic. Pure epicness. En dan wat we doen is helemaal dit, omdat ik geen zin heb om te scrollen. Simpel was dat. Zo, tadaa. Het is een beetje donker, maar mag wel. Het is ook niet de plek waarin de avond echt gaat zitten, denk ik. Nou, hier mooi lichtje. Ook vind ik dat hier een garage deur moet komen. Waarmee gaan we dat dan doen? Nou, misschien kunnen we iets anders doen trouwens. Iets fancier, zoals... Wie loopt hier te trollen? Ik lees hem zo wel na de opname. Waarschijnlijk is het een vraagje. Doen we zo. Wat dachten we hiervan? Echt zo'n... Nee, dat gaat niet. Zo. En poef, hij is er vandoor. Ik heb hem mogelijk getemd, Ben, voor eventjes. Hij stond een beetje in de weg. Dus wat ik persoonlijk zelf dacht was gewoon dat we een poortje hebben dat hier zo open kan. In plaats van een rolluik dat we echt zo'n stoere poort hebben. Dus dat hebben we hier. Wel denk ik dat we die poort anders moeten doen. Zo. Nee, en dan zo. Die dan ook op. Deze dingen zijn ingewikkeld. Zo. Tadaa. Mooi. Oké, dan hebben we dat. Zo komen we langzaam bij al die details. Nou ja, ik ben hier redelijk tevreden over. Hier zullen we deze muur eventjes simpel afmaken. En dan kunnen we hem eindigen. De aflevering weer. Ja, kom met wat leuke ideeën. Als je ze hebt. Ik sta er altijd voor open. Ik beloof niks natuurlijk. Maar elk leuk idee kan weer nieuwe inspiratie bij mij opsparkelen. En ja, mooie muur. Ik maak de muur wel off-cam. Nou ja, ik maak hem trouwens wel on-cam, maar later in een andere aflevering. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en te commenten. En ja, dan zie ik jullie in de volgende Let's Build with Tim. Bye!